dat we binnenvallen. God, ja, wacht. Ik moet heel veel nadenken over het antwoord, hoor. Wat netwerken betekent. Het betekent veel je gezicht laten zien. Veel netwerkborrels bezoeken en praten. Enthousiast zijn over je werk. En ook laten zien natuurlijk dat je het vakkundig aanpakt. Nou, dat wel. Nou, ik vind netwerken gewoon... het is een belangrijk onderdeel van als je net begint met ondernemen. Omdat je kan niet zelf zo in je eentje alles weten en alles kunnen. Ik denk dat netwerken eigenlijk een soort van vriendschappen maken is, maar dan puur alleen op het werkgebied. Ik ben online actiever dan fysiek zelfs. En, want het lukt me niet altijd om erbij te zijn. Maar ik heb gemerkt de keren dat ik er ben, dat het gewoon gelijk zijn vruchten afwerpt. Ja, in mijn vakgebied is het wel vrij belangrijk om te netwerken. Het is goed dat je zichtbaar bent en dat mensen weten wat je doet. Ik denk dat dat geldt voor elke ondernemer die in de dienstverlening zit, met name. Elke keer dat je een klant hebt, voeg je die toe in je netwerk. Dat is gewoon een logisch gevolg van mensen die elkaar ontmoeten. Het is een keten. Dus ja, ik denk dat elk bedrijf een netwerk heeft of het heeft geen opdrachten en dan moet je afvragen of je een bedrijf hebt. Netwerken betekent voor mij contact met andere freelancers voornamelijk, die ik ook voor mijn werk weer kan inzetten. Netwerken voor mij betekent met bloedbroeders op het gebied van creatie samen mooie dingen maken. Alleen ik denk dat het belangrijk is dat je zichtbaar bent en dat mensen je links en rechts wel kennen, omdat je heel actief alleen met kaartjes zitten te strooien van dit ben ik en ja, daar ben ik zelf niet zo van. Ik heb liever dat je ergens op een locatie bent waar je een goed gesprek met iemand hebt en een raakvlak, waardoor je daar dus uiteindelijk dat het tot iets kan leiden. Nou ja, ik ben er wel de laatste maanden veel actiever mee bezig en ook zodat het zichtbaar is voor de mensen met wie je live netwerkt. Zodat zij later ook op LinkedIn en zo kunnen zien wat je doet. Ja. Dus ja, dat het een beetje één op één aansluit, zeg maar. Nou ja, met netwerken bereik je uiteindelijk dat je meer opdrachten krijgt in hetgeen wat je doet. Ja. Maar dan moet je wel de juiste mensen aanspreken, of tenminste daar. Ja, zeker. LinkedIn, Facebook, Netwerk 023, hier in Haarlem vrij bekend. En allerlei andere creatieve samenscholingen. Om terug te vinden wat je mist. Om dan dat te vinden wat je nodig hebt.